Eind 2007 heb ik een brief geschreven naar de gemeente namens alle bewoners hier in de straat om aan te geven dat er hier in de straat erg hard wordt gereden, waarbij als bewoners overlast van ondervinden. Daarnaast, doordat er zo hard wordt gereden door auto's, maar ook door vrachtwagens, ontstaat er veel last van trillingen hier in huis. En ook in de huizen verderop in de straat, waardoor er trillingshinder is, maar daarnaast ook schade ontstaat aan de huizen. En beide problemen wilden we graag dat de gemeente daarnaar zou gaan kijken. Ik ben vanaf het begin af aan betrokken geweest bij alle stappen die de gemeente heeft genomen in dat traject. Er zijn ook wel momenten geweest dat plannen van de bewoners of mogelijke oplossingen van de bewoners gewoon niet haalbaar bleken. Door allerlei verschillende redenen. Wat niet altijd door de bewoners is begrepen. Maar ook daar is steeds wel heel open en duidelijk over gecommuniceerd. Ook in de vorm van bewonersavonden. Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat er vorig jaar augustus trillingsschermen zijn geplaatst hier in de weg. Die een heel groot effect hebben gehad op de trillingen hier in huis. Nou, een trillingsscherm is een piepscherm, kubus geval wat je in de grond stopt. Het is iets van 25 centimeter breed en 1,20 meter diep gaat het de grond in en het werkt als zijn een reflectie van trillingen. Door het verkeer wordt een trilling gegenereerd, die gaat via de grond naar de woning toe. En om daar nu een piepschuim scherm tussen te zetten, daardoor wordt de trilling gereflecteerd. Dus de functie van een trillingsscherm, is dus een weerkaatsing van een trilling. Sinds het plaatsen van de trillingsschermen is de trillingsoverlast in huis aanzienlijk verminderd. Er is onderzoek gedaan naar het effect. Uit dat onderzoek is gekomen dat het effect tussen de 55 en de 70% ligt. Gevoelsmatig is dat voor mij hoger en ook voor de andere buren. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat het effect eerder tussen de 80 en de 90% ligt. En dat is heel erg fijn.